Beste kijkers, op woensdag 19 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ik nodig u van harte uit om op die dag uw stem uit te komen brengen op een van de 5 politieke partijen. De partijen in onze gemeente zijn de volgende: de VVD, de RVP, het CDA, D66 en de Partij van de Arbeid. Misschien weet u al op welke partij u gaat stemmen, maar misschien twijfelt u nog. En daarom gaan de 5 lijsttrekkers zo dadelijk met elkaar in gesprek. Het gesprek zal geleid worden door de heer Roland van Pareren. Naar aanleiding van een paar stellingen gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat. Ik wens u zo dadelijk veel kijkplezier en hoop u weer te ontmoeten op 19 maart in een van onze 13 stembureaus. Welkom bij het rondetafelgesprek met de lijsttrekker van de VVD, René Lazaroms. De lijsttrekker van de Rukventse Volkspartij, de RVP, Martin de Bruin. De lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Ad Jongenelis. En de lijsttrekker van D66, Guido Koenen. En de lijsttrekker van het CDA, Suzanne Breedveld. We stellen een aantal thema's aan de orde. Thema's die op weg na de verkiezingen in de belangstelling staan. Te beginnen met de leefbaarheid. Wat is volgens uw partij nodig om de kernen leefbaar te houden? Meneer Lazaroms? Ik denk dat het belangrijk is dat we proberen zoveel mogelijk voorzieningen in de kernen te houden, waardoor de leefbaarheid natuurlijk wordt versterkt en de inwoners tevreden kunnen zijn over de omgeving waarin ze wonen. Voor de RVP? Het is voor de leefbaarheid in de gemeente Rukven hartstikke belangrijk dat er inderdaad allerlei voorzieningen zijn waar de mensen op terug kunnen vallen. En dat geldt voor zowel verenigingen als individuele mensen die bijvoorbeeld op het gebied van zorg altijd terug kunnen vallen op de gemeente. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook andere facetten die de leefbaarheid in een dorp van bevorderen waar de gemeente aan werkt. En daarbij moet je onder andere denken aan het beheer van de openbare ruimte. Dus een goede infrastructuur is ook hartstikke belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente. Hoe zit dat voor het CDA? Natuurlijk delen wij ook die mening van er moet voor iedereen wat zijn in een dorp. Voor alle bevolkingsgroepen, zeg maar, van klein tot groot. Voor kinderen, scholen, peuterspeelzaal. Voor ouderen, SKW's, activiteiten, een huisarts, winkels. Dus je hebt allerlei voorzieningen nodig in een dorp. En wat belangrijk is voor de leefbaarheid, denken wij, is dat je ook kijkt naar de bevolkingsopbouw in een dorp. Dat er in ieder geval ook qua bevolking verschillende leeftijdsgroepen zijn. Dat er niet heel veel ouderen zijn, maar dat het belangrijk is om een dorp leefbaar te houden. Dat er verschillende bevolkingsgroepen zijn en samenstelling van gezinnen en noem maar op. Want dat bevordert de leefbaarheid. Voor D66, hoe ziet D66 de leefbaarheid in de dorpen? Naast de zaken die door mijn voorgangers al zijn benoemd, denken wij dat er ook medewerking moet worden gegeven aan initiatieven die door mensen worden ontwikkeld. En dan kun je aan allerlei soorten initiatieven denken. Vaak worden we daarbij betrokken als gemeente in het kader van de vergunningverlening. Het uitgangspunt zou moeten zijn, het kan doorgaan, tenzij. En terwijl nu er gevallen bekend zijn waarbij gewoon gekeken wordt, hoe kunnen we het buiten de deur houden. Nou, hetzelfde geldt voor ondernemers die ook hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een dorp of in een gemeente. Ook zij, als zij initiatieven ontplooien, moeten we daar positief tegenover staan. Er gebeurt iets en dat komt de hele gemeente ten goede. Leefbaarheid in de kernen en de Partij van de Arbeid. Nou, als eerste altijd het voorzieningenniveau op peil houden. Dus de geldautomaten, dorpshuis, winkels. Ook stimuleren dat er natuurlijk genoeg winkels zijn, maar ook dat de mensen naar die winkels toe gaan en niet naar de grotere dorpen. Vooral de verenigingen blijven steunen, het verenigingsleven. En zorgen dat er altijd iets te doen is, ook voor de jeugd. Dus ook dingen voor de jeugd organiseren, dingen voor ouderen organiseren. Gewoon samen zorgen voor de cohesie binnen de bevolking. Dat is wat bij ons belangrijk is. Uit de gesprekken met de inwoners op straat er blijkt dat zij zich met name zorgen maken over de veiligheid op straat. Overlast, drugsgebruik. Hoe kijkt het CDA daar tegenaan? Nou, de veiligheid is een belangrijk aspect. En ik denk dat die veiligheid, die maak je met elkaar. Ook als buurtbewoners onderling, wijkteams, oprichten van wijkteams. En kijken met elkaar naar veiligheid. En dan denk ik ook dat het belangrijk is dat je daar de wijkagent sowieso bij betrekt.
En ook bijvoorbeeld de winkels of de scholen. In ieder geval, het zal om de hele buurt moeten gaan om samen te kijken naar veiligheid en niet het individu aan zich. Maar je moet met elkaar een team vormen en daar met elkaar voor gaan. Hoe ziet u dat, meneer De Bruin? Ja, inderdaad, samenwerking is een groot goed, denk ik, in het kader van het veilig houden van de gemeente. Aan de andere kant denk ik dat de gemeente zelf ook haar taak niet moet verzaken. En dat het ook heel erg belangrijk is dat er een BOA beschikbaar is die ook op kan treden als het nodig is. En wat de RVP ook belangrijk vindt, is het cameratoezicht wat we vanaf volgend jaar in willen kunnen gaan zetten daar waar het nodig is. Dus ja, de gemeente die mag zeker niet alles aan een ander overlaten. Heeft dat de Partij van de Arbeid ook als een speerpunt? Ja, natuurlijk. De Partij van de Arbeid heeft meerdere speerpunten. En ook vooral met de jongeren en bij de veiligheid. We hebben drie speerpunten wat dat betreft. Aanpakken van de overlast. Aanspreken van de ouders. Voorkomen van schooluitval. Het is gewoon heel belangrijk dat alles gewoon met elkaar samenwerkt. Maar ook de inzet van politie is in deze heel belangrijk. Want volgens ons maak je heel snel een terugtrekkende beweging. En het is heel fijn dat we een BOA hebben en die doet ook goed werk. Maar de politie mag in deze ook wel zijn taken oppakken. Want bijvoorbeeld met Oud en Nieuw op het Emmausplein leek het wel een oorlogsgebied. En de BOA was wel aanwezig, maar de politie was er in velden of wegen te bekennen. En dat vinden wij een kwalijke zaak. Prioriteit ook voor D66? Ja, we hebben in het recente verleden na een discussie in een commissie met de teamchef, uit mijn hoofd gezegd, en officier van justitie, is er het ongenoegen geuit over het niet aanwezig zijn van de politie of te laat of te weinig in deze gemeente. Wat je dan vervolgens ziet, een situatie van overkill. 14 dagen daarna kon je nergens over straat rijden of je zag een politieauto rijden en daarna is het weer stil. En daar heeft D66 wel wat moeite mee. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn in het bestel zoals we dat kennen in Nederland de handhavers. En dat betekent dat ze er dus gewoon moeten zijn. En dan spreek ik niet over, als ik het heb over politie, spreek ik niet over de politieagenten op straat. Maar de politieorganisatie op zich, althans dat is ons idee, doet precies wat ze zelf zin in heeft. En waar het om gaat is, als er hulp nodig is, of als er mensen hulp inroepen, dat die ook daadwerkelijk geboden wordt. En dat er niet het antwoord komt van, het is een beetje, ik heb maar twee auto's op straat vanavond, kan het niet even wachten. De VVD en veiligheid. Nou, laat ik vooropstellen dat de VVD vindt dat Rukven op zich een veilige gemeente is. We hebben niet echt een groot gebied waar onveiligheid bestaat, maar we hebben wel een aantal knelpunten natuurlijk binnen onze gemeente die per direct aangepakt moeten worden. We weten met z'n allen dat we hotspots hebben op het gebied van overlast van jongeren, op het Emmausplein, ook hier in het industriegebied waar we nu zitten. Dus wat dat betreft, daar moet gelijk een slag geslagen worden. Een lik op stuk beleid moet toegevoegd worden om zodoende die overlast terug te dringen. Ik ben het wel eens met mijn collega's dat er in ieder geval ook de inzet van de politie moet blijven. Die maken een terugtrekkende beweging. Maar we hebben ook wel een aanvullend iets in de vorm van de BOA, die bijzondere opsporingsambtenaar. En gelukkig komt ook steeds meer het buurtpreventieteam in de race bij de verschillende dorpen. Die wat dat betreft ook de veiligheid kunnen garanderen voor onze inwoners. Uit alle verkiezingsprogramma's blijkt dat de gemeente Rukven een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen. Er is wel behoefte aan nieuwe woningen en voor onder meer starters en ouderen. Ouderen moeten ook langer thuis zelfstandig kunnen wonen. De mogelijkheden voor extra woningbouw zijn voor de gemeente Rukven echter beperkt. Wat kan uw partij doen om die extra woningen te gaan realiseren, meneer Koenen? Nou, ik denk dat we op zoek moeten weer naar onze natuurlijke partners die er zijn. We brengen in beeld welke behoefte ligt en vervolgens gaan we kijken hoe we dat het snelst kunnen realiseren. Hetzij door de samenwerking of in afspraak of afspraken te maken met de woningcorporatie. Hetzij in afspraken die we maken met de particuliere bouwers of ontwikkelaars, wat ons betreft. Mevrouw Breedveld? Ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat het belangrijk is dat er sowieso behoefte is aan seniorenwoningen. Dat is uit onderzoek ook gebleken, dat er behoefte is aan seniorenwoningen, grondgebonde seniorenwoningen. En ik denk dat je daarna moet gaan kijken, samen inderdaad met de woningcorporatie, om in die behoefte te gaan voorzien. Sowieso ook voor starters en voor jonggezinnen.
Maar waar ik me sowieso zorgen over maak, is ook over de verpleegtehuizen en ook de verzorgingstehuizen. Want er komt eraan dat mensen natuurlijk niet opgenomen meer kunnen worden daar in verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen. En dat er dus ook daar ook ruimte over is. En dat zit er ook aan te komen. Dus dat heeft ook alles met woningbouw te maken. Dat mensen langer zelfstandig moeten blijven. En dat er ook weinig doorstroming is. Dus dat zijn ook zorgen die daar mee aan betrokken zijn. Meneer Lazeroms? Ja goed, Rukven is nog niet klaar met bouwen. Dat zult u ook wel begrijpen. Ik denk dat er een aantal categorieën zijn die wat dat betreft de helpende hand geboden moeten worden om daarvoor extra te bouwen. Als voorbeeld de starter in ieder geval, die dragen wij nog steeds een warm hart toe. En daar moeten veel meer uitbreidingsmogelijkheden voor zijn om daar ook de bouw voor toe te laten. De senioren zeker ook niet te vergeten. In de recent vastgestelde woonvisie door de gemeenteraad staan zij ook als prioriteit genoemd. Om daarbij in het kader van de woningbouw ook een extra zetje te geven. Dan denken wij voornamelijk aan grondgebonden woningbouw. De senior van tegenwoordig wil niet in een appartementje. Die wil gewoon graag in een kleiner huisje van omvang. Met een klein voortuintje, met een klein achtertuintje. Maar dat hij wel een eigen nestje heeft. Dus daar zijn vooral de spierpunten op gericht wat onze partij betreft. Zijn er mogelijkheden om extra te gaan bouwen, meneer De Bruin? Die mogelijkheden zijn er zeker. Ik denk dat we het allemaal eens zijn over het feit dat er voor starters en senioren vooral gebouwd moet gaan worden de komende jaren. Maar waar ik me wel zorgen om maak is wie dat die woningen gaat bouwen. In eerste instantie is de RVP wel groot voorstander ervan om ook zelfbouwers de kans te geven. Maar voor de grotere aantallen zijn we toch afhankelijk van projectontwikkelaars. En de tijd dat die projectontwikkelaars in de rij stonden om overal maar te kunnen bouwen, die is wel voorbij. En als we eigenlijk de huisprojectontwikkelaar van de afgelopen jaren, Thuisvester, pakken, die maakt op alle fronten een terugtrekkende beweging. En daar maak ik me wel grote zorgen over. Dus we moeten aan de voorkant hele duidelijke afspraken maken wie er wil bouwen en dat ze ook daadwerkelijk gaan bouwen en niet een stukje capaciteit van hetgeen wat we mogen bouwen als gemeente opslokken en vasthouden totdat het hun uitkomt. Nee, dat wat er gebouwd mag worden, dat moet ook gebouwd worden. Elk jaar weer. Meneer Jongenelis? Nou, voor de Partij van de Arbeid is het gewoon heel belangrijk dat er sociale woningen komen in huur en in koop. Voor starters en voor senioren. Dat daar rekening mee gehouden wordt, dat er ook rekening gehouden wordt. Dat er ecologisch goed gebouwd wordt. Dat er leuke buurten ontstaan. Desnoods moeten we in overleg met de provincie daarover dat we eventueel wat mee zouden kunnen bouwen. Maar vooral naar behoefte bouwen. Dus niet bouwen voor leegstand, gewoon bouwen voor waar het voor nodig is. Dus geen appartementengebouw, want daar zien wij ook geen brood in. En meneer De Bruin zei het al, van de woningcorporatie die maakt een beetje een terugtrekkende beweging. Eventueel andere corporaties of andere ontwikkelaars proberen te benaderen. Dat die misschien wel ter heil en zien om hier te bouwen. Want ik denk dat er de behoefte, dat die nog steeds aanwezig is. Ja, maar ik denk er is, naast het feit dat we allemaal vinden dat er gebouwd moet worden, dat het in heel Nederland zo is op dit moment, dat het met name de financieringstroom is opgedroogd. Dus dat betekent dat ook een corporatie daarmee te maken krijgt, die misschien wel zaken wil realiseren, maar dat op enig moment financieel niet kan. En dat lossen wij niet op in Rukven, met z'n vijf hier aan tafel. Het zou wel zo kunnen zijn dat op landelijk niveau, dat er oproep wordt gedaan, of dat er samenwerkingsverbanden worden gezocht met bijvoorbeeld hele grote pensioenfondsen, die rechtstreeks gaan investeren in die markt en dat niet meer doen via banken. Die ervaring heb ik eigenlijk niet. Ik denk, los van het feit dat we landelijk weliswaar in een crisis zitten en dat het moeilijk is om zaken gefinancierd te krijgen, zeker voor de grote projecten. Maar de ervaring in de gemeente van de afgelopen jaren is toch wel dat er maar zat initiatieven zijn die best willen. En dat we denk ik voor de beperkte aantallen die we mogen bouwen, dat daar best mensen voor te vinden zijn, ondanks de crisis waar we met z'n allen in zitten. En ik denk dat we juist die uit moeten filteren en die de kans moeten geven. En niet moeten wachten tot de grote partijen die hele grote wijken uit de grond stampen. Want die tijd is inderdaad voorbij. Ja, maar dan hadden we die mensen al kunnen helpen, begrijp ik. Als ze er al zijn. Die worden ook, inderdaad, die worden soms geparkeerd doordat afspraken uit het verleden zijn met die grote partijen die aanspraak maken op op die contingenten en daar moeten we vanaf. We moeten goed, maar daar denk ik dat we al een stap in gemaakt hebben als gemeente. We weten ook dat er een aantal ontwikkelingen niet doorgaan. In de Dorpsstraat bijvoorbeeld, bij het project Berlaren.
Er gaan een aantal appartementen af, er blijven er een paar over. En er komen wel nieuwe plannetjes komen daarvoor in de plaats. Althans, daar moeten we denk ik als gemeente ons sterk voor blijven maken. Dus we hebben ook een geluk dat we geen grote grondpositie hebben, zelf als gemeente. Wij kunnen wat dat betreft met verschillende partners zaken doen. Alleen we moeten natuurlijk onze eigen woningcorporatie niet uit het oog verliezen. Want die heeft wel een rol te vervullen. En die heeft ook gemeenschappelijk geld daarvoor. En dat moeten we ook uitnutten. Het volgende thema lijkt me. Als we het hebben over de gemeente, hebben we het meteen in dit geval ook over bezuinigingen. De gemeente namelijk moet de komende jaren meer taken gaan uitvoeren, onder meer de jeugdzorg, de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, maar krijgt daarvoor onvoldoende budget van het Rijk. En de vraag is dan natuurlijk ook, hoe pakt uw partij dit aan als het uitgangspunt is dat de onroerende zaakbelasting slechts trendmatig verhoogd mag worden? Meneer Laarsoms. Ja, u stelt dat wij te weinig budget krijgen vanuit het Rijk. Misschien is dat ook wel zo, maar dat weet ik nog niet zeker. Dus ik wil wel eerst graag weten wat het totale budget is wat we toebedeeld krijgen vanuit het Rijk. Om die nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en dergelijke en de participatiewet uit te kunnen voeren en op te kunnen pakken. Want ik weet wel dat daar heel veel geld in omgaat. En we zien ook in onze gemeentebegroting dat de vele miljoenen die wij spenderen hier binnen onze gemeente om de gemeente leefbaar te houden, dat het overgrote deel op dit moment al naar het sociaal domein gaat. Dus ook naar die takken van sport waar we het nu over hebben. Dus ik wil graag eerst een totaalbeeld hebben en dan kunnen we daarin besluiten nemen met z'n allen en keuzes in maken. Hoe ziet u dat dan, meneer De Bruin? Nou, daar ben ik het toch eigenlijk niet mee eens, want het is toch wel duidelijk dat het vanuit het Rijk, dat de landelijke politieke partij, waar de heer Laarsoms ook toe behoort, qua kleur, een bezuinigingsopdracht hebben. En die mannen die stellen gewoon dat de gemeente verantwoordelijk moet worden voor die taken en korten gewoon met een heleboel miljoenen. Dus het is in ieder geval zeker dat we op de huidige manier niet verder kunnen gaan en dat er in ieder geval minder geld naar de gemeente komt dan waar het Rijk het tot op heden voor gedaan heeft. Dus de gemeentes die moeten het wel degelijk anders gaan organiseren. En ik heb er wel vertrouwen in dat de gemeentes dat kunnen, dat er mogelijkheden zijn om het voor het geld te doen dat er komt. Maar dan moet het wel heel anders dan de afgelopen jaren door het Rijk is geregeld. Ik denk dat we als gemeente veel meer verantwoordelijkheid naar beneden moeten halen. Niet meer de hoge mannen met de dure salarissen en de dure kantoren aan zet laten. Maar het belangrijkste voor ogen houden. En dat is de zorg die daadwerkelijk door de mensen zeg maar, op de werkvloer wordt gegeven. En als we die omslag kunnen maken, dan heb ik het best vertrouwen in dat we daar als gemeente aan uit kunnen komen. Nou, u zit ja te knikken, meneer Koenen. Nou, ik zit na te denken over uw vraag. Ik sluit me toch aan bij de reactie van meneer Laarsoms. We moeten ons niet laten leiden door bangmakerij of door angst. We weten nog niet precies hoe dat die overdracht eruit zal zien. We weten nog niet precies welk budget daarmee gepaard gaat. Laten we dat nou eerst eens afwachten. En vervolgens eens kijken hoe kunnen we dat nou inpassen in onze gemeente. En als daar dan keuzes in gemaakt moeten worden, dan kunnen we daar op dat moment over praten. Want het heeft weinig zin om nu iets blauw in hein te filosoferen over hoe het allemaal zou kunnen zijn. Terwijl wij zaken bedenken die misschien helemaal niet aan de orde zijn. Is dat zo, meneer Jongenelis? Ja, natuurlijk is dat zo. We moeten eerst afwachten wat voor budgetten er precies gaan komen. De wet is nog niet door de Eerste Kamer. Er zullen heus nog wel wat extra budgetten komen bij zulke grote wijzigingen. Als er veel weerstand is vanuit de gemeentes, ook de VNG die heeft dan een belangrijke rol in. Zullen waarschijnlijk nog wel wat extra budgetjes en wat extra geld erbij komen. Dat het minder is als nu, dat is duidelijk. Alleen ook wat meneer De Bruin zegt, dat klopt ook voor een gedeelte. Als gemeente kun je het sowieso goedkoper als het Rijk. We moeten die managerslaag, die moeten we gewoon afpellen. En we moeten het weer gewoon tussen de mensen brengen. Voor mijn part de wijkzuster terug. Of in ieder geval de zorg gewoon weer dicht tussen de mensen. En dan kan het ook goedkoper. En gewoon goed opletten. Maar er is nog steeds niet bekend wat het allemaal gaat worden. Het is ook nog niet bekend of het wel 1 januari 2015 wordt. Kan misschien ook nog met een half jaar uitgesteld worden. Dus als we eerst eens kijken van wat voor welk budget gedaan moet worden, dat we dan als gemeente gaan kijken wat we daarin kunnen doen. Kan het goedkoper, mevrouw Breedveld?
Kan het goedkoper? Nou, het is sowieso een bezuinigingsslag. Zo zie ik dat wel. Het is een bezuinigingsslag die dan komt naar de gemeente. En wij zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg, voor de AWBZ, voor de psychische zorg ook van kinderen. Dus ik voorzie daar best wel in die zin ook wel problemen. Vooral omdat het gewoon een financiering is die je krijgt van het Rijk. Maar je moet alle hulp bieden die voorhanden is. Dus je kan niet zeggen tegen iemand, je wordt niet geholpen. Je bent als gemeente verplicht om te zeggen van, je helpt je burgers. Nou, dat staat voorop. Wat ik wel zie, is dat ik denk dat het wel ook goedkoper kan. En dat het ook anders kan. Kijk, nu zijn er instellingen, die zijn heel bureaucratisch vaak. En die hebben potjes, en die hebben kaders, en die hebben protocol. En ik denk wat dat betreft, daar kun je wel iets mee. Ik denk dat het van onderop moet komen, dat mensen zelf initiatieven kunnen nemen. En dat je dat moet gaan honoreren. Mensen moeten weer innovatief worden en creatief. En ik vind, daar moeten wij ook mee meegaan. En dat moeten we belonen. Want ik vind als een instelling zegt van wij werken van 9 tot 5 en we zijn er niet in de avond en we zijn er niet in de weekenden. Dat zijn van die dingen dat ik denk van we moeten luisteren naar de burgers wat zij willen en daar zijn we voor. En ik denk dat we dan met elkaar in Nederland kunnen komen. Toch zou je, ja? Ja, ik denk dat meneer De Bruin de spijker op de kop sloeg. Hij zei we moeten een omslag maken. Nou, als ik mezelf hoor en de rest van de partijen hier, die zijn het erover eens, we moeten gewoon die omslag ook maken. En die omslag kan gepaard gaan met een heel andere aanpak, die wellicht veel efficiënter gaat, die ook dan veel goedkoper uitgevoerd kan worden. Dus ik ben er nog niet zo bang voor met de budgetten die we toebedeeld gaan krijgen. En wat ook meneer Jongenelis aangaf, het is er nu nog niet doorheen bij de Eerste Kamer. Dus ik denk dat de regeringspartijen op dit moment best wel voldoende pit hebben om wat dat betreft ook in die bijdrage nog iets te betekenen in positieve zin. Dat zou betekenen dat de gemeente in feite meer moet gaan doen met minder geld. En dat brengt me meteen op het andere thema. De rol van de gemeente die verandert ook steeds meer van regisseur in plaats van het zelf allemaal te regelen. Oftewel, de gemeente moet zich meer focussen op haar kerntaken. En wat zijn volgens uw partij de kerntaken van de gemeente? Meneer Koenen. Kerntaken van de gemeente zijn natuurlijk de wettelijke taken, sowieso. En daarnaast denken wij, laat ik er maar eens een paar noemen, een bibliotheekvoorziening. Een goede bibliotheekvoorziening in de gemeente vinden wij een kerntaak van de gemeente. Scholen, goede scholen, putterspeelzalen. Want we zien natuurlijk leerlingenaantallen teruglopen. Daar moeten we over nadenken met elkaar. Wat is nog acceptabel? Als ik over het putterspeelzaal heb, dan zeg je van kinderen moeten spelen met elkaar. Maar stel nou even de situatie dat er nog 3 kinderen op zo'n peuterspeelzaal zitten. Moet die dan opengehouden worden of moeten we daar iets anders voor regelen? Het zwembad, de vijfsprong, de sportfaciliteiten, dat vinden wij kerntaken van de gemeente. Hoe ziet de VVD de kerntaken van de gemeente? Nou, we hebben als gemeente natuurlijk heel veel taken uit te voeren. En ja, we spreken telkens over dat woord kerntaak. Maar ik denk dat we eerst met elkaar uit moeten vinden wat precies nou een kerntaak voor onze gemeente is. Ik denk dat wij er naartoe moeten werken in de komende periode. Dat we alles op een rijtje zetten wat we hier uitvoeren. En wat moeten we dan daadwerkelijk blijven doen? En wat kunnen wij ook door een ander wellicht laten doen? Of zelfs, wat kunnen wij totaal niet meer doen? Want dan heb je echt over een kerntakendiscussie met elkaar. Kijk, we hebben hier natuurlijk wel gewoon een stuk dienstverlening uit te voeren. We zijn verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte. We hebben wat dat betreft de maatschappelijke diensten te vervullen. Maar dat kan ook op een andere manier en ook met andere mensen, CQ-instellingen. Dus daar moeten we vooral naar kijken hoe we dat doen. En uiteraard, om de gemeente leefbaar te houden, heb je natuurlijk wel een groot aantal voorzieningen. Zoals een sportgebied nodig. Ik moet de heer Koenen gelijk geven dat we een bibliotheekvoorziening moeten bouwen. En eigenlijk in die kernen zelf, dat we daar ook qua leefbaarheid een aantal voorzieningen gewoon in stand moeten houden. Op het gebied van onderwijs en op het gebied van de middenstand. Meneer Jongenelis, kerntaken? Ja, kerntaken, beheer openbare ruimte. Maar vooral waar ook over gesproken wordt, het leefbaar houden van onze kernen. Alle 5 de kernen, alle 5 met hun eigen eigenschappen. Sportverenigingen, vijfsprong, dat meneer Koenen ook zei, vijfsprong, die moeten we gewoon behouden. De verenigingen die moeten hun plaats kunnen krijgen in onze eigen gemeente. Niet dat we ze naar andere gemeentes jagen. Zorgen voor minimaal voorzieningen in alle dorpen. Dus in ieder geval een brede school waar dan bepaalde voorzieningen samen kunnen komen. Wat de leefbaarheid ook weer ten goede komt, zorgen voor onze burgers. Bij ons, ja, het is niet voor niks dat ons motto is de burger op 1. Het is gewoon belangrijk dat we eerst naar onze burgers kijken. En voor de rest moeten we natuurlijk uitkijken wat we nog meer met het geld, wat we hebben als gemeente kunnen doen. Maar eerst dicht bij onszelf blijven.
Ik wil toch een opmerking plaatsen richting de heer Jongenelis, want die zegt wij moeten de vijfsprong behouden. Maar ziet u dat als kerntaak van de gemeente of kan dat ook een ander doen? Ik zie dat niet als kerntaak van de gemeente. Ik zie het als taak van de gemeente dat de verenigingen wel in onze eigen gemeente kunnen blijven. Een andere exploitant kan makkelijk de vijfsprong doen. Het is niet per se voor de gemeente. Alleen als een exploitant er niet kan komen, dan vind ik wel, als dat nodig is, dat de gemeente daaraan een bijdrage mag leveren. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus niet een zwembad runnen is bijna niet te doen zonder bijdrage van de gemeente. Dat zie je ook in andere gemeentes om ons heen. Steeds meer zwembaden verdwijnen om ons heen. Het binnenbad in Hoeve gaat al weg. Het is gewoon belangrijk dat onze mensen kunnen recreëren, ook de ouderen. De ouderen die moeten ook toch kunnen relaxen, moeten toch ook therapeutisch kunnen zwemmen. Maar ook onze jeugd, moeten we dan onze jeugd naar andere gemeenten sturen, naar Etten-Leur of naar Rijsberg of naar Roosendaal om te leren zwemmen? Dat vind ik niet. En natuurlijk heb ik er alle hoop in dat er een goede exploitant komt voor de vijfsprong. Alleen ik denk niet dat zo'n exploitant dat alleen zou kunnen. Als dat wel kan, is dat natuurlijk een hele goede zaak. Maar als dat niet kan, moeten wij als gemeente zorgen dat het mogelijk wordt om de boel open te houden. Zijn er nog andere taken die op dit moment door de gemeente worden uitgevoerd, maar waarvan gezegd zou kunnen worden dat die overgelaten kunnen worden aan derden, mevrouw Breedveld? Wat in ieder geval de vijfsprong betreft, ben ik daarmee eens dat in ieder geval dat niet in eerste prioriteit een taak is voor de gemeente, zo zien wij dat. Ik vind een taak voor de gemeente is sowieso om te kijken van wat hebben burgers nodig en voorzien in hun basisbehoeften en wat er nodig is in zorg aan burgers. Ik vind het belangrijk dat burgers in ieder geval mee kunnen doen in de maatschappij en dat ze niet aan de zijlijn staan. En ik vind een gemeente is daar dienstbaar aan een burger. En ik vind een gemeente mag sowieso veel meer in het vaandel hebben van dat hij er voor de burger is, dat hij er voor de ondernemingen is, dat hij er voor de vereniging is. Die moet veel meer die functie hebben, denk ik dan, van de burger die is de klant. En de dienstbaarheid van de gemeente vind ik eigenlijk heel belangrijk. En dat zou naar mijn idee wel meer tot uiting gebracht mogen worden. Even los, want het voorbeeld is al inderdaad genoemd van de vijfsprong, maar zijn er ook andere zaken die de gemeente zou kunnen afstoten? Ik denk dat we daar de afgelopen jaren al verschillende keren over nagedacht hebben, wat we als gemeente allemaal doen en moeten doen en moeten blijven doen of waar we liever mee zouden stoppen. En als Rukvense Volkspartij hebben we eigenlijk niet zo heel veel zaken meer waar we van zeggen van nou, dat doen we nu en daar zouden we mee moeten stoppen. En dan is er eigenlijk maar één ding wat... waar wij twijfels bij hebben, dat is het promotiebeleid. Of dat we daar wel tot een lengte der jaren mee door moeten gaan. We hebben nu geprobeerd om de gemeente Rukven op de kaart te zetten, zoals dat heet. Daar hebben we 50.000 euro per jaar voor over gehad. Op een gegeven moment is de tijd rijp, denk ik, dat het bedrijfsleven die toch vooral daar de vruchten van plukt op het moment dat Rukven op de kaart komt en mensen zeker op toeristisch gebied hier naartoe gaan komen, dat het bedrijfsleven die promotietaken over gaat nemen en dat wij die 50.000 euro weer op zak houden. Ik ben het met u eens, op het moment dat de economie goed draait. Maar om nu te stoppen, bijvoorbeeld, dat zou echt een verkeerd signaal zijn, een verkeerd moment zijn. Nu moeten we juist promotie maken om ervoor te zorgen dat die mensen hier naartoe komen. Nu zijn er ondernemers die ook hutje bij mutje moeten leggen om hun zaken rond te krijgen. Nu moeten wij ze steunen. Als de vraag gesteld wordt aan de mensen hier aan tafel, wat vindt u... Wat zouden we kunnen doen als gemeente in het kader van de werkgelegenheid in deze gemeente? Dan is dat een van de weinige dingen. Nou, dan wil ik wel eens weten wat dat promotiebudget voor de werkgelegenheid de afgelopen jaren gedaan heeft. Nee. Ik denk dat best meevalt. Het is niet, dat is de ellende. Het is niet te meten. Maar als je het niet doet, weet je zeker dat je verliest. Ik denk dat de kracht van de boodschap is steeds weer de herhaling. Dus Rukven, die staat wel op de kaart op dit moment, maar... Onder het motto van puur Rukven, dan zullen we de komende jaren echt moeten blijven uitstralen om Rukven nog steeds op die kaart te blijven houden. Kijk, en ik ben het niet met de heer De Bruin eens dat we dat promotiebeleid ineens aan de kant moeten schuiven. We hebben nu al de raad, althans die heeft vorig jaar al de beslissing genomen om een stuk in het promotiebeleid qua financiering te bezuinigen. Dus we hebben al een stap terug gedaan. Maar als we zien wat voor ontwikkelingen onze gemeente nog door moet maken, en dan met name ook op het toeristisch en sportief vlak, wat ook in de structuurvisie ook voor de toekomst tot 2030 naar voren komt, dat wij op het gebied van toerisme en recreatie een uitblinker moeten vormen in de regio, dan denk ik dat wij ons promotiegeld en ons promotiebeleid gewoon daadwerkelijk in stand moeten houden. Je zou er wel over na kunnen denken of dat fonds voor 100% door de gemeente Rukven gevuld zou moeten worden.
of je dat doet in de vorm van 50-50. Dat was de oorspronkelijke insteek, maar daar is niks van gekomen. In feite, we hebben als gemeente die alleen het geld op tafel moeten leggen. En ik denk dat het hoog tijd wordt dat het bedrijfsleven dat over gaat nemen. Ik ben die mening niet toegedaan. Ik wil toch wel in de komende periode dan toch wel eens daadwerkelijk op papier krijgen of dat andere partijen er geen centen ingestoken hebben. Kijk, dat zullen we niet direct zien, maar ik ben echt de mening toegedaan met dat kleine budget wat we hebben. Daar kunnen we nog iets mee en dat zal echt al aangevuld worden door de ondernemers binnen onze gemeente. Ik denk dat je in ieder geval de discussie nog op gang moet brengen met de ondernemers om te kijken van inderdaad is er een constructie mogelijk om het eventueel 50-50 te doen of een andere percent getal of wat dan ook. Maar in ieder geval om het zomaar te zielen te laten gaan, ik denk dat je het sowieso moet bespreken met elkaar. Wat we hebben natuurlijk 10 jaar geleden met elkaar vastgesteld na onderzoek dat recreatie en toerisme eigenlijk een van de weinige dingen was of zaken is die we hier in Rukven tot bloei kunnen brengen. En zware industrie, daar zit er echt niet in. In het kader van de werkgelegenheid spreek ik dan. En daar heb je plannen voor gemaakt. En dan is het, om dat na een aantal jaren zomaar in één keer af te blazen. Daar zijn we geen voorstander. Sterker nog, meneer Koenen, de structuurvisie 2030 voor onze gemeente is nog maar een paar maanden jong. Zo noem ik het maar. Vastgesteld door de raad eind vorig jaar. En er is toerisme en recreatie gewoon de hoofdmoot. Qua uitstraling in die structuur dus. Ik denk dat wij nog een hele slag te maken hebben. En dan kunnen wij niet achterblijven meer daar zelf geen centjes in te steken. Ja, dat is ook de enige kans voor onze gemeente om banen te creëren. Is ook in toerisme en recreatie. En natuurlijk, de gemeente moet het niet allemaal betalen. We moeten rustig aan terugtrekken. Maar je moet gewoon samen met de ondernemers moet je gewoon in gesprek gaan. Om te kijken wat de ondernemers nu al over kunnen nemen. En als de economie aantrekt, dan zal de ondernemer ook ik zou wel eens willen weten, investeren in de gemeente. Als je kijkt wat we daar als gemeente de afgelopen 10 jaar ingepompt hebben en hoeveel banen het dan opgeleverd heeft, ik denk dat het tegenvalt. Het gaat niet alleen maar over banen opleveren. Kijk, als we hier in het kader van de promotie van onze gemeente grote activiteiten naartoe halen, waar wij een klein duitje in het zakje doen, maar waar op zo'n dag als zo'n evenement plaatsvindt honderden, duizenden mensen naartoe komen die hier in onze gemeente spenderen, dan denk ik dat wij een groot economisch effect hebben. Ik ben van plan om te rusten, maar vind ik wel belangrijk. Tuurlijk is dat belangrijk, dat vind ik erin belangrijk. En hoe meer stemmen, hoe sterker waar je staat natuurlijk. Hè? Dat zit er gewoon in, hè? Dat doe je normaal. Ja, omdat je toch samen de maatschappij maakt. Hè? Als je niet stemt, dan heb je ook geen keuze gemaakt. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Ik vind het toch wel belangrijk. Ik vind ook dat er wat moet gaan veranderen eigenlijk, toch? Ja, je moet een mening uitbrengen. Er zijn niks te vertellen, hè? Je moet gaan stemmen. Ik bedoel, je hebt rechten en plichten. En ik bedoel, de plichten, dan moet je ook nakomen. Dat is dan, dat stemmen zie ik als een recht en dat moet je dan doen. Ik vind echt dat je dat moet doen. Ik stem meestal wel. Als ik moet stemmen, stem ik altijd. Maar ik zou nu nog niet weten waarop of zo. Kijk, als je niks niet stemt, heb je niks te zeggen ook. Dan hebben we beurt voorbij laten gaan, zeg ik altijd. 19 maart stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Waarom moeten de mensen 19 maart gaan stemmen en waarom zouden ze juist op het CDA moeten stemmen, mevrouw Breedveld? Mensen moeten gaan stemmen. We hebben allemaal een stem gekregen en die gebruiken we ook in het dagelijks leven. Dus deze stem hebben we ook gekregen en mensen moeten ook deze stem gaan gebruiken. En waarom op het CDA? Omdat bij CDA de mens centraal staat en de menselijke maat. Dus samen stemmen op CDA. Waarom moeten de mensen 19 maart gaan stemmen en waarom zouden ze juist op D66 moeten stemmen, meneer Koenen? Ze kunnen het best op D66 stemmen als ze kiezen voor een pragmatische en weldenkende partij. En waarom zouden ze naar de stemlokaal moeten gaan? Omdat ze 1 keer in de 4 jaar de gelegenheid hebben om daadwerkelijk uitdrukking te geven aan hun gevoelens en hun wensen. En ze kunnen in het stemhokje het hokje rood maken van die meneer of mevrouw die zij de meest aangewezen persoon vinden om hun te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. En waarom zouden ze juist op de Partij van de Arbeid moeten stemmen, meneer Jongenelis? Ze moeten gaan stemmen omdat nu de kans is om je stem te laten horen. Als je iets wil veranderen, dan moet je nu het goede vakje aankruisen naar je gading. En dan kun je nog iets veranderen. En waarom op de Partij van de Arbeid stemmen? De Partij van de Arbeid is de partij die het sociale gezicht van de gemeente Rukven wil versterken. Dus stem sociaal, stem PvdA.
19 maart stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Waarom moeten de mensen 19 maart gaan stemmen? En waarom zouden ze juist op de Rukvense Volkspartij, de RVP, gaan stemmen? Meneer De Bruin. Op 19 maart wordt het bestuur van de gemeente Rukven gekozen voor de komende 4 jaar. En dat bestuur gaat de komende 4 jaar besluiten nemen die iedereen vroeg of laat gaan raken. Waar iedereen dus vroeg of laat mee te maken krijgt. En dat is de reden dat ik vind dat eigenlijk dan ook iedereen daar, dat het iedereen aangaat en dat iedereen daarom ook moet gaan stemmen. De Rukvense Volkspartij is een partij die al 52 jaar opkomt voor het lokaal belang in de gemeente Rukven. En als de Rukvense Volkspartij op 19 maart het vertrouwen krijgt van de kiezer, dan mag de kiezer ervan uitgaan dat wij daar voor 100% voor gaan en dat we het uitgangspunt lokaal en sociaal 4 jaar lang in gedachten houden. En waarom zouden ze juist op de VVD moeten stemmen, meneer Lazaroms? Laten we vooropstellen dat we niemand kunnen dwingen om te gaan stemmen, maar het is toch wel een groot goed in ons Nederland en natuurlijk ook binnen deze gemeente dat je gewoon vrij bent om te gaan stemmen. In andere landen maken ze oorlogen om te willen gaan stemmen, hier hoeft dat niet, dus je kunt gewoon van uw rechten gebruik maken. En waarom hebben wij graag dat ze op de VVD Rukven stemmen? Dat is heel simpel. Het is een partij die bestaat dit jaar 40 jaar. Al 40 jaar hebben wij aangetoond om als lokale VVD lokale zaken voor u goed aan te kunnen pakken. Dus ik heb maar één advies. Stem de lokale partij, de VVD. Tot zover dan dit gesprek. Bedankt voor de medewerking. Hopelijk hebt u als kijker, als kiezer, een goed beeld gekregen van de verschillende standpunten van de partijen. En bedankt ook voor het kijken naar dit programma.